Het is geen verrassing dat de hond de mens ruimschoots overtreft als het gaat om snelheid. Dit is de top 10 snelste honden ter wereld. Op nummer 10 staat de Border Collie. Deze hond kan tot wel 48,3 km per uur rennen. Na zijn snelheid is de Border Collie ook nog eens ontzettend slim en atletisch. Hierdoor is deze hond geschikt voor het bij elkaar drijven van kuddes. Nummer 9 is voor de Doberman Pinscher. Met zijn gespierde lichaam en enorme uithoudingsvermogen kan deze hond een snelheid halen van wel 52 km per uur. Geen wonder dat hij vaak wordt ingezet als politiehond dus. Op plaats 8 staat de Weimaraner. Deze hond werd oorspronkelijk gefokt als jachthond op herten en wolven. Deze hond haalt namelijk een snelheid van 53,3 km per uur. De Borzoi staat op nummer 7. Volgens experts is de Borzoi een kruising tussen een windhond en een ander Russisch hondenras. De Borzoi kan een snelheid halen van 57 km per uur. De Whippet staat op nummer 6 van snelste honden ter wereld. Het wordt gezegd dat de Whippet afstamt van de Greyhound. Hij is ontzettend snel en behaalt een snelheid van wel 58 km per uur. Plaats 5 staat de Dalmatier. Deze gestipte hond is het vijfde snelste hondenras ter wereld. Hij kan een snelheid behalen tot wel 62 km per uur. De Jack Russell Terrier vervolgt de lijst op nummer 4 en is de kleinste hond uit dit rijtje. Het is ooit gemeten dat deze hond een snelheid liep van 63 km per uur. Hij blinkt vaak uit in wedstrijden door zijn snelheid en behendigheid. De Saluki staat op nummer 3. Hij wordt ook wel de Persische windhond genoemd. Hij werd vroeger gebruikt als jachthond op verschillende nomadische woestijnvolken. Ze lijken op de Greyhound, maar halen hun snelheid nog niet. De Saluki haalt namelijk een snelheid van 67 km per uur. De op 1 na snelste hond ter wereld is de Vizsla op plaats 2. Hij staat bekend om zijn elegantie en is een uitstekende jager. Hij behaalt een snelheid van maar liefst 68 km per uur. En de al eerder genoemde Greyhound is de allersnelste hond ter wereld. Deze hond behoort tot de windhonden en behaalt een snelheid van 72 km per uur. Hij wordt vaak gebruikt bij hondenrennen. Grappig is dat deze hond binnenshuis het liefst de hele dag ligt te slapen.